Ik ben Veerle Verschoren, ik ben 41 jaar en ik maak glas- en loodraam. Ik ga thuis bij de mensen die mij de vraag stellen om iets voor hen te maken. Ik stel een aantal vragen, wat hun interesses zijn. Ik heb inspiratie nodig en meestal komt dat wel uit die ruimte zelf. Ik vertrek ofwel van een kleur of van een motief dat aanwezig is. Ofwel als de mensen mij een onderwerp geven, dan ga ik daarmee aan de slag. En dan begin ik te tekenen. Je hebt bepaalde figuren of lijnvoeringen die terugkomen in mijn ontwerpen. Maar dat kan ook compleet anders worden door de input die de opdrachtgever mij doorgeeft. Maar ik probeer wel mijn eigen creativiteit en mijn stijl erin te houden, zodat we alle twee tot een goed resultaat komen. Ik probeer al wel direct op schaal te werken. Dus omdat verhouding is hier belangrijk bij glasramen. Dus ik start altijd met mijn juiste bladspiegel op schaal. En dan ga ik een aantal schetsen maken. Meestal kleur ik die in met waterverf. En dan ga ik naar de klant toe met die ontwerpjes op schaal. En met glassoorten, omdat er heel veel glassoorten zijn. Wat ik zou kunnen doen is foto's nemen van het glas en mijn glasstalen in mijn ontwerp photoshoppen. Maar ja, dan heb je zo wel een pasklaar antwoord. Dus het moet ook een beetje spannend blijven. Dus ik neem mijn tekeningen mee. En mijn glasstalen en ik zeg van kijk, dit is de combinatie die ik voor ogen heb. Dat gaat de sfeer zijn en zo moeten mensen dan ook een beetje hun verbeelding laten werken. Voordat ik het glas in het lood zet, dan kunnen de mensen komen kijken bij mij in het atelier. En zo krijgen ze dan wel al een redelijk concreet beeld van hoe dat er in het echt op waarde grootte gaat uitzien. Buiten dan dat lood er nog niet tussen zit. Maar ja, dan is het ook wel definitief klaar. De opdrachten komen goed binnen. Dus, en het zijn ook allemaal heel boeiende opdrachten. Dus dat is wel plezant.